Welkom fans en luisteraars. Nou, vandaag bespreken we voor Coco from Ghana de Healthy Habits van Laura van der Heijden. Hoi Laura. Hoi. Wij hebben een live verbinding met jou uit... Amersfoort, bij mijn ouders nu. Ja, okay. Leukste eigenlijk. Ja, kijk, ik had net zo goed een buitenland kunnen zijn. Duitsland, Denemarken, waar je ook maar heen moet voor de wedstrijden. We gaan het hebben over jouw gezonde gewoontes. Dus ik wil eigenlijk meteen als eerste van jou weten, wat is eigenlijk je favoriete gezonde gewoonte die je zelf hebt aangeleerd? Ik heb mezelf aangeleerd om goed verspreid over de dag te eten. Dus ja, 6 keer op een dag, zodat je tussendoor niet hongergevoel krijgt en gaat zitten snacken. En 6 keer op een dag zijn dat, neem aan dat dat niet volle maaltijden zijn, maar ook snackmomenten of kleine... Ja, precies. Gewoon fruit of een klein hapje. Nou, mooi. Tijdens de handbalacademie in Papendal had je iedere ochtend sprinttraining, krachttraining. En dan wilde ik weten, hoe hou je dat vol? Heb je daar een speciaal ontbijtje bij? Ja, je moet natuurlijk genoeg eten om genoeg energie te hebben. En ja, ik had vaak ei. Ja, dat hielp voor mij echt goed. Of voor de eiwitten ook? Ja, voor mij werkte het heel goed. Ik kreeg er energie van en ik kon de training volhouden. Ja, want na zo'n dag ben je volgens mij echt super uitgeput. Ja, het is belangrijk dat je dan ook goed herstelt, dus goed je rust neemt en goed naar je lichaam luisteren. En na zo'n dag sliep je dan ook veel langer dan normaal of was het eigenlijk vroeg weer op en meteen gaan? Nee, vaak was het gewoon weer vroeg weer op en meteen weer gaan. Maar ja, als je gewoon rust, als je gewoon op je bed ligt, dan rust je ook. En we kregen genoeg slaap, dat in ieder geval wel. Ja, dat is volgens mij ook wel nodig. Ja, als je eten samenstelt, kijk je dan ook echt naar het voedingscentrum voor advies? Je hebt iets andere dingen nodig als je veel sport. Dus wij hebben bij het Nederlands team hebben een diëtiste. Dus ja, daar luister ik goed naar en die vertelt wat we precies nodig hebben. En ja, naar dat advies luister ik het meest. Oh, dat is wel heel erg tof. Eigenlijk een diëtiste, want dan wordt het heel erg toegespitst op wat voor jou nodig is. Ja, precies. Dus je kijkt echt wat je mist in je voeding en geef ze ook tips wat je zou kunnen eten in plaats van, in plaats van iets wat je misschien iets minder lekker vindt. Dus het is, het is wel makkelijk. Jij bent lactose intolerant. Ja. Dus ik neem aan dat daar rekening mee werd gehouden. Maar is dat eigenlijk een probleem in je sport bij de handbal? Nee, niet echt. Ja, het eten, je kan heel veel dingen kun je ook uit andere producten halen. En na de wedstrijd krijgen we altijd extra eiwitten. Tot nu toe had ik daar nog niet iets lactosevrij voor gevonden. Maar nu hebben we dat wel. Dus dat is helemaal top. Oh, dat is fijn. Je mag geen melkproducten. Dus zeg maar melk, yoghurt, misschien ook chocola of ijs. Dat is ook allemaal mag oud. Mag ook niet, ja. En wat doe je dan in plaats daarvan? Naast heel veel eieren, wat we net al hoorden. Ja, je hebt ook lactosevrije producten gewoon. Met plantaardige eiwitten erin. En, er is genoeg... Je kan het ook gewoon uit normale voeding halen, maar dan moet je gewoon van andere producten iets meer eten dan andere mensen. Mooi dat dat kan en fijn om te horen dat je naar niks tekort komt dan. Ja, gelukkig niet. Oké, nog een geluk en meteen eventjes afkloppen. Je bent nog nooit in je sport flink geblesseerd geraakt. Nou, willen we natuurlijk graag weten, wat is je geheim daarvoor? Ja, het is natuurlijk goed trainen, dat ten eerste goed krachttraining doen, zodat je lichaam fit is. Maar ook rust nemen als je lichaam dat vraagt. Dus gewoon echt goed naar je lichaam luisteren. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook een beetje mazzel. Want heel veel mensen trainen hard en goed voor het lichaam. En die krijgen alsnog blessures. Dus het is van alle twee een beetje. Dus deels ook voorbereiding. Zodat je in ieder geval op alles berekend bent. Ja, precies. En wat is eigenlijk jouw guilty pleasure? Want die hebben we natuurlijk allemaal. Wat vind je qua eten of qua gewoonte onmogelijk om te weerstaan? Ik ga graag uit eten. Of lekker op, als het mooi weer is, lekker op een terrasje zitten. En, dan kan je natuurlijk niet allemaal zelf beslissen wat je eet. En dan is het vaak iets minder gezond. Ja, maar nou willen we willen specifieke dingen eten. Dus waar ga je voor? Een dikke hamburger? Of, Nee, het liefst ga ik dan voor een pizza. Oké, met wat voor topping? Ja, dat is verschillend. Ik vind eigenlijk heel veel pizza's wel lekker. Toch niet ananas, hè? Nee, ananas niet. Oh, gelukkig. Mooi. Nee. Nog favoriete tentjes waar je dan die pizza gaat eten? Nee, dat kan overal zijn. En
Ja, ik ben natuurlijk vaak in Denemarken, maar ook wel eens in Nederland, dus het verschilt. Hoe heet een pizza in Deens eigenlijk? Nou, ik denk gewoon pizza. Nee, gewoon pizza. Nou, dat is wel handig. Dus Ja. als jij vrij bent en je hebt trek, dan is het: ik wil een pizza in het Deens. Dan weten ze precies wat je wil. Ja, precies. Mijn lievelingseten is prijsschotel. Prijsschotel. Oh, dat is weer lekker Hollands. Ja, zeker. Uit de oven. Ja, heerlijk. Is dat iets wat thuis ook dan veel werd gekookt voor je? Ja, want we aten bij mijn thuis aten we vaak gewoon Hollandse pot. Dus aardappels en groenten. Dus daar zat ook wel eens de prijsschotel bij. Want heeft het dan ook iets te maken met de handbal? Want jouw ouders deden het, jouw opa was een handballer. Ja, geen idee. Ja, we aten altijd wel gewoon gezond thuis. En ja, we aten natuurlijk ook wel eens wat lekkers. Het is niet alleen maar gezond, maar ja, we aten wel vaak gewoon Hollandse kost. Omdat jouw opa speelde volgens mij als doelverdediger in het Nederlands Ja, handbalteam. keeper was hij, ja. Heeft hij je nog bijvoorbeeld tips gegeven? Want jij bent toen begonnen en ik kan me voorstellen dat hij apetrots was. Ja, nou, hij heeft me niet echt tips gegeven, maar het was gewoon meer een rolmodel. Ja, hij at gewoon gezond en hij trainde veel. En ook toen hij gestopt was met handbal, Ja. was hij nog actief. Dus ja, het was meer gewoon een voorbeeld. Ja, misschien is de handbal ook wel helemaal veranderd natuurlijk. Dat jullie het op een hele andere manier doen dan hij vroeger. Ja, dat denk ik wel. Het is in de loop van de jaren is handbal wel echt veranderd. Ja, mijn opa heeft ook nog buiten elf handbal meegemaakt. Dus dat was helemaal Oh anders. ja, okay, dus eerst was het met 11 mensen en nu met 7. Ja. Oh man, dan had je echt een vol veld, al was het gewoon net als voetbal. Ja, het was ook een groter veld en grotere afstanden. Gewoon in 2 generaties is het helemaal veranderd. Ja. Leuk. Nog een vraag. Als handbalster, Laura, ben jij heel veel op reis? Ja. Bijvoorbeeld naar Brazilië tijdens de Olympische Spelen. En daar kom je dan natuurlijk in een hele andere cultuur terecht, waar mensen ook heel veel andere dingen eten. Ja. Nou vroeg ik me af, moet je lichaam daaraan wennen? Ja, mijne echt heel erg. Ik heb altijd de eerste paar dagen heb ik last van mijn buik en even kijken wat ik het beste kan eten altijd. Dus dit is echt een schok voor je systeem eigenlijk. Ja, bij mij wel. Ik heb er wel snel last van, ja. Is jouw tactiek dan dat je gewoon meteen de eerste dag bam, volle Braziliaans eten of waar je dan ook bent, of neem je juist spullen mee van Nederland, hè, pak een hagelslag dat je langzaam kunt wennen. Nou, ik neem ook spullen mee van Nederland, zoals ontbijtkoek. Als ik dan bijvoorbeeld ja, een keer een eten heb waar ik niet zoveel kan eten, of waarvan ik denk, nou, hier ga ik last van krijgen, dan eet ik vaak gewoon ontbijtkoek. Maar meestal is er ook wel gewoon eten bij. Meestal zit er een buffet, dus dan kan je meestal wel iets vinden wat dan toch goed valt. Dan wordt er ook rekening gehouden dat ze van nou, de eerste paar dagen, dan laten we Laura nog even wennen. En dan gaan we niet meteen vol de wedstrijd in. Nee, dat niet. Nee. Dat Ja, verandert. je hebt altijd wel een beetje last van je buik, maar je kan er gewoon mee trainen. Dus het is niet echt heel ernstig dat ik er niet mee kan doen of zo. Mooi dat er rekening mee wordt gehouden en dat het allemaal op zich Ja, en er wel wordt goed ook kan. altijd gewoon aangegeven dat ik lactosevrij eten moet hebben als we op trips gaan. Dus daar houden ze ook rekening mee. Dus. Nou, dan heb ik nog één laatste vraag voor je. En dat is: heb jij nog een gezonde tip, een healthy habit voor de fans? Hoeft niet per se eten te zijn, mag ook gewoon sporten, bewegen. Plezier hebben tijdens de trainingen en ook met eten gewoon een paar keer per dag eten, zodat je niet gaat snacken. Ik denk dat dat voor iedereen wel inderdaad een goede tip is. Ja. Dankjewel, Laura. Dank je voor dit interview. Nou, alsjeblieft. Nou, dat waren de healthy habits van Laura van der Heijden van het Oranje Dames Handbalteam. En volgens mij komt er ook nog binnenkort een challenge aan van Laura. Dus hou dat in de gaten op de social media.